In Pijnlijke Noodhulp hebben we te maken gehad met een stevige afkalving van het subsidiebeleid. En ik denk dat je als je creatief bent, dat je altijd wel vormen vindt om toch zoiets mogelijk te maken. Dat bewijst het eigenlijk wat nu achter mij gebeurt. Zo'n megaproductie maak je niet in één dag. Weet je wat? Verzin een mooie list. Nou, de ambitie was vrij hoog met live muziek en live zang tegelijkertijd. Dus dat betekent dat we het even iets hebben uitgesteld, maar in totaal dus zo'n 2 jaar mee bezig. Wim, ietsje meer die kant op. Er zijn orkestleden die nog niet zo lang bij de productie betrokken zijn. Wij zijn er als laatste ongeveer bijgekomen, dus nou ja, het is een leuk project, maar of het goed gaat, dat weten we allemaal nog niet. Even kijken, dus het is de Oosterse nacht. Om 1001 nachten ontspannen te beginnen, worden er eerst een aantal oefeningen gedaan. Oh ja! 1001 nachten vertelt het verhaal van de legendarische koningin Scheherazade. Was Scheherazade was volgens mij een Wulpse dame. Hoe zit dat met jou? Nou ja, ik heb wel vaker een beetje exotische rollen mogen spelen. Dus ik ben het wel gewend. Ze trouwt met een sultan. Ondanks het feit dat hij elke morgen de vrouw waarmee hij de vorige dag getrouwd is laat ombrengen. Om dit lot te ontkomen vertelt ze die avond een sprookje. Zonder het einde te vertellen. Dan houdt de sultan dus gevangen in die verhalen. En uiteindelijk valt hij zo voor haar dat hij besluit, ik wil met haar trouwen. En is de ban gebroken en iedereen blij en gelukkig. De voorstellingen zijn op 24 en 25 september.